Menno Koch, wat een verschil kan een doelpunt in de laatste minuut zijn. Hè? De sfeer lijkt helemaal omgeslagen weer. Ja, weet je, in de fase waar wij in zitten was 3 punten het enige wat we nodig hadden. Dus dan kan zo'n winnaar in de laatste minuut het een beetje doen vallen of opstaan. En voor ons gelukkig het tweede. Dus, ja. En hoop doet leven, hè? Dat merk je aan alles. Ja, precies. Het geeft natuurlijk een heel andere sfeer als je hier met 3 punten weer terugkomt. Of wanneer je met een gelijkspel of een verliespartij terugkomt. Dus dat is wel een wezenlijk verschil, ja. Is het ook makkelijker om dan die hoek om te gaan en de focus richting Heracles te leggen? Ja, nou ja, kijk, dat moet je sowieso, of je nou verliest of wint. Alleen ik denk dat het gewoon heel het gevoel voor het team natuurlijk wel wat lekkerder is nu. En dit moet ons een boost geven. Dat moeten we ook meenemen naar de volgende wedstrijd, denk ik. En dan moet het team vertrouwen geven om die laatste 6 wedstrijden ook in te gaan. Met het gevoel dat we ook gewoon goed genoeg zijn om onder andere nu tegen Heracles ook voor 3 punten te gaan. En dat is gewoon het eerste doel, het maximale daar te halen. En natuurlijk is het maximale voor ons 3 punten. En als dat het maximale is, dan gaan we daar 100% voor. En zo niet, dan wil je in ieder geval zorgen dat je niet verliest. Dus dat is voor ons heel belangrijk voor de komende wedstrijd, denk ik. Ja, want zo'n uitwedstrijd tegen Heracles is lastig, hè? Die strijden om Europees voetbal. Is het gewoon een goede ploeg? Nee, zeker. Ze spelen dit seizoen heel goed voetbal. Ik denk dat ze een aantal, met name individuele, hele goede spelers hebben. Die het verschil kunnen maken. En daar moeten wij ons tegen oppassen. En dan moeten we klaar voor zijn. Weten wat die jongens kunnen. Weten wat hun krachten zijn. En daar iets tegenover zetten wat dat blokkeert. Dus daarin hebben we goed voorbereid nu. En het is misschien een korte voorbereiding. Maar we zijn er klaar voor. Heb je het gevoel dat zo'n doelpunt van jou in zo'n laatste minuut misschien wel eens een soort van ommekeer? In ieder geval, dat zorgt voor 180 graden in de sfeer, hè? Ja, nee, het gaat om die 3 puntjes. Kijk, of ik het nou maak of iemand anders maakt, maar geen tijd. Ik bedoel, persoonlijk gezien zou ik liever een doelpunt inleveren voor een 0. Elke wedstrijd, daar ben ik wel eerlijk in. Als andere jongens hem voor me scoren, dan vind ik het prima. Dus laat mij maar lekker ervoor zorgen dat we het achterin dicht houden. En dat is mijn voornaamste taak en daar ben ik ook gewoon mee bezig. En als je dan af en toe een keer zo'n doelpuntje kan meepikken, is het natuurlijk altijd leuk. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om die winstpartijen. En nogmaals, of ik ze score of een van mijn andere jongens, dat maakt me echt geen reet uit.